namens mijn achterban ingevuld en wij wachten op wet- en regelgeving. Uiteindelijk is dat hetgeen waar we ook op getoetst worden. We moeten continu voldoen aan wet- en regelgeving. Dus als wij daar vooruit lopen met allerlei zaken doen die dan ook niet gestoeld zijn naar wet- en regelgeving, is dat feitelijk ook een soort risico wat we lopen. Ja. Dus dat is eigenlijk de grondhouding. Ja. Ja, je zegt het bijna een beetje verontschuldigend. Ja, sorry. Ja, klopt. En ondertussen, wij vragen ook veilig om richtlijnen en handvaten om het te kunnen implementeren. Voor nieuwbouw gaan we dit ook meenemen. Zeker al die tips en trucs. Maar ja. Zolang het niet moet. Er moet een kader zijn waarbinnen we kunnen opereren. Nou ja, goed, dan gaan we het nog even hebben over het interessante. Want de overheid zegt van. Deregulering, de verantwoordelijkheid ligt bij jullie. En jullie zeggen, ja, maar we wachten toch tot de overheid zegt wat we moeten doen. Dus hoe kom je uit zo'n impasse? Gaan we Bob van Os zo nog even straks over aan zijn jasje trekken. Dankjewel. Wat heb jij geantwoord, Alfred? Ja, ik maakte net een andere keus. Dus ik kom bij de brandweer uit. Interessant omdat ik denk van, gooi het lekker over de schutting en dan zoeken ze het wel uit. Maar dat zijn wel degenen die in de situatie waar we het over hebben, als brand is, volgens mij het best kunnen inschatten. Wat is verantwoord of niet? En natuurlijk moeten we dan in gesprek over, moeten we nog wel of niet investeren, dat soort dingen. Maar de keuze over, doe je het wel of niet, wat mij betreft, is een keuze van mensen die gewoon op dat moment in het veld staan en dingen doen. Dus dan komt bij het brandweer aan. Ja, alle situaties zijn weer anders en je moet het niet van tevoren vastleggen. Die professionals die weten het wel te fixen. Dankjewel. En wat had jij ingevuld? Investeren in een veilige lift. Ja. Waarbij ik het niet kan vinden in de kostenplaatjes en de eisen die er zojuist werden gepresenteerd. Oké. Dus ik denk, hou het simpel, weet je. Kijk naar de risico's, kijk naar de scenario's. En met een aantal kleinere aanpassingen, de besturing van de lift, het spiegeltje wat niet moet reageren op rook, denk ik dat we al een heel eind zijn. En verder vooral de bouwkundige oplossingen goed op orde moeten worden. Ja, nou we gaan zo met alles jullie allemaal nog even dieper erop in en dan kun je daar misschien nog wat meer over zeggen. Nou, dan hebben we al drie verschillende antwoorden. Heeft u dan antwoord 1 laatste genoemd? Ja. Nou, ik wil ze bijna allemaal even aan elkaar koppelen. Maar allereerst. Maar wat was u dan? Zou ik het bij de brandweer, maar niet als de brandweer ter plekke komt. Ik vind dat je moet rekening houden, ieder gebouw is uniek. En ieder gebouw moet op zijn eigen merites beoordeeld worden. En er moet een maatwerkpakket gemaakt worden. En er hoort ook of de lift wel of niet gebruikt kan worden. Ja, er zijn situaties waar die lift buitengewoon goed gebruikt. We zagen het met meneer Groen. Ja, ergens in een vleugel is er dan brand. En ze gaan allemaal naar het middendeel waar een lift misschien nog makkelijk al die mensen naar beneden had kunnen brengen. Ja? Dus, en dat is toch na een kwartier is de brandweerder. En die neemt het onmiddellijk van je over. En die kan wel onmiddellijk zeggen, ja, maar nou is het uit met de pret en nou moet dat ding uit. Ja? Wat overigens een eye-opener was voor mij, was dat... En is dit trouwens het besluit voor uw eigen gebouw waar u zelf in woont? Of advies is namens de voorzittersstichting VVE? Nou, er zijn 125.000 verenigingen van eigenaren. 80.000 zijn niet groter dan 10. Ga ik vanuit dat daar even geen liften in zitten. Maar in de andere wel. Dan gaan ze het wel over zo'n 40.000 gebouwen. Ja, als ik roep investeren, dan krijg ik heel VVE Nederland over me heen. Ja, ik zou eerst gaan kijken, wat is belangrijk en wat is nu... En maak een plan met de brandweer. Maar een probleem is bijvoorbeeld, bij een heleboel gemeentes, heeft de brandweer helemaal geen tijd om bij jou te komen adviseren. Dus er moet ook nog iets... Ja, want wat me ook opvalt is, er is wel... Nou, wacht even een korte ronde. En dan zo meteen kom ik bij u terug. Ja, nee, ik ga door. En dan, dan gaan we er even diep op in. Nee, ja, ik ben blij mensen die zich goed voorbereid hebben. En als je zelf in die situatie zit en je woont er, moet je natuurlijk ook echt een goed verhaal hebben. Heiko, waar loop je zelf tegenaan in de praktijk als het gaat over dat zorgvastgoed? Ja, zorgvastgoed. Wat je vooral ziet, en met name bij die zelfstandig wonende zorgprojecten, waar mensen zelfstandig wonen, is dat die veiligheid ook heel veel een gevoel is. Mensen vragen om meer veiligheid en vaak wordt het beantwoord met groene vluchtuitbordjes, brandblussers, brandsamhaffels, waarbij je de vraag hebt van, kunnen die kwetsbare bewoners dat überhaupt wel gebruiken? En bijvoorbeeld een ontruimingsalarm. En ja, eigenlijk al die maatregelen, die vorderen het gevoel, maar we zien eigenlijk te weinig maatregelen die echt effectief zijn.
En volgens ons zit dat echt veel meer in die compartimentering. Die moet beter worden. Branden moeten beperkt blijven, zodanig dat mensen langer... De noodzaak tot ontruiming, dus eigenlijk de terminologie, het bedreigde gebied, dat dat zo beperkt mogelijk blijft en dan eigenlijk het probleem ook minder groot wordt. Ja. En dan is dat niet een oplossing voor één gebouw, maar wat ons betreft voor onze hele portefeuille. Want wij kijken natuurlijk altijd een stukje breder dan complex niveau. Ja, en hoeveel is er, jullie zijn vooral dan bezig met nieuwe gebouwen. Hoeveel wordt er eigenlijk dan nog gebouwd? Want als je kijkt nieuwbouw versus bestaande bouw... Wij bouwen toch tegen de 3000 woningen per jaar, dus wij zijn wel een grote partij. Maar op het totale woningvoorraad is natuurlijk de nieuwbouw niet maatgevend. En de uitdaging ligt denk ik ook in de bestaande bouw, om daar zeg maar die compartimentering voor te doen. Ja, dus voor jullie is het echt nog makkelijk omdat je opnieuw begint. Ja, nee, en dan, en je zag ook de kosten lager zijn van nieuwbouw ten opzichte van bestaand. Dat scenario denken wat Suzanne Echink introduceerde, zie je daar heil in? Ja, maar dan wel op generiek niveau, dus wij moeten echt proberen, en ik denk dat we dat ook kunnen, zeker in de nieuwbouwontwikkeling, om die lift inderdaad slimmer te plaatsen en ook te voorzien voor een topsluis, dat bouwkundige goed weg te zetten. Ik denk dat dat een maatregel is die we zeker makkelijk kunnen implementeren. En voor de bestaande bouw, ja, ik denk dat we meer richtlijnen en handvaten nodig hebben om daar ook echt een aanpassing te gaan doen. Nou zei ik nou net tegen jou, toen we die cijfers zagen van Nico Bosman, ik zei, nou, 58.000 euro voor een gebouw van 8 verdiepingen, meer kosten. Ja. Dat is toch niks, dat doe je dan toch gewoon? Waarom is dat zo'n punt? Nou... Maar ja, toch, als je het, want dat kost zo'n gebouw van 8 verdiepingen, dat gaat dan toch over miljoenen? Dan is het zo'n klein beetje extra en dan ben je toch ook toekomstbestendig. Ja, maar goed, alle maatregelen kosten geld en het is juist de kunst om de maatregelen eruit te kiezen die effectief zijn. Het investeren in de compartimentering is echt op veel gebieden gewoon heel verstandig. En ook extra bouwkundige scheiding maken, dat zijn strategische slimme keuzes. En die lift, die toch ook maar de installatie is, die na een paar jaar weer vervangen moet worden, is altijd een minder sterke investering dan 5 in de bankstenen. En dat is ook een visie die ik zelf ook graag volg om daarmee te starten. Ja, stel dat het nou wel verplicht wordt, dan moet je al je nieuwe liften vervangen. Ja, maar goed, dan hebben we in ieder geval heel weinig uit te leggen aan onze achterban. Dat is heel makkelijk uit te leggen. Ja, dus dat is, ja, je hebt wel vast aan regels, hè? Dat is prettig, dat snap ik wel. Dus de ontruimingslift als standaard inbouwen bij nieuwbouw? Dat zie ik niet gebeuren. Alhoewel ik heel gecharmeerd ben van zeg maar, al die kleine aanpassingen en juist die slimmigheden om in het ontwerp. Ja, daar moeten we zelfs heel snel moeten we dat implementeren. Maar ik denk dat het wat ons betreft daar maar bij moet blijven. Maar, ja. Ja, nou goed. Helder, dankjewel. Ja. Ik ga even naar Alfred, want als eigenaar van, directeur van de woningbouwcorporatie. Heb je weer heel andere overwegingen. Wat is het verschil tussen hoe Heiko er tegenaan kijkt en jullie? Hoe je er tegenaan kijkt? Ik dacht dat het verschil van de bedrijven zouden moeten duiden. Dat is meestal het inkomen van de mensen die erin wonen. Kijk, het verschil voor mij zit, het gaat vanmiddag vooral over een echte specifieke doelgroep. Een woningcorporatie levert gewoon wonen aan iedereen. En in dat in iedereen zitten ook mensen die meer aandacht nodig hebben. Soms is dat op inkomen, soms is dat op fysiek, dat kan allerlei argumenten zijn. Maar die combinatie van argumenten kan ook hier op een gegeven moment gaan spelen. Dus wij hebben meestal niet een hele concentratie van een situatie met een bijzonder complex. Zeg maar. Dat betekent dat ik ernaar kijk van, goh, dat wat als vond ik wel een hele mooie metafoor om een tijdje vol te houden, ook in mijn eigen organisatie. Wat als er iets gebeurt in een gebouw van ons. Wat kunnen we dan mobiliseren? Ik werd wel getriggerd door de eerste spreker die zei van ja, het begint eigenlijk bij bewustwording van wie erin woont. En daar doen we eigenlijk al heel weinig aan. We zijn wel bezig met van trek op tijd een warme trui aan, want dan stook je wat minder en dan worden je energielasten beter. Maar als het gaat over veilig wonen, wat ook een belangrijk thema is, dan stoppen we weinig energie in het bewustmaken van mensen. Wat zijn nou de risico's in je woning, in je gebouw? Die afstand van 7 meter wordt denk ik door weinig beleefd bij ons als bij ons huur. Daar zouden we veel meer mee kunnen. Dat zal volgens mij het eerste vangnet. En dan vervolgens kijk je van, goh, wat voor maatregelen in fysieke zin, ben ik wel met je eens, kun je nemen om gewoon compartimenteren, lijkt me een interessante discussie. En hoe kun je dan de lift, want daar gaat het vanmiddag vooral over, slimmer gebruiken?
En ik was een beetje teleurgesteld in de liftfabrikanten, die toch een beetje uit de regeltechnische kant zeggen van, nou, doe maar deugdelijk en doe maar hoe het was. Maar ik dacht, goh, in zo'n middag als hier vind ik het vooral spannend over na te denken, hoe zou het wel kunnen? Dus welke mogelijkheden zitten erin? En natuurlijk horen daar risico's bij. Ik wil helemaal geen zekerheden op 100%, want dat kan niet in het leven. Maar een zoektocht van hoe kan je die lift slim gebruiken in situaties, dat vind ik wel een interessant spel om de komende jaren met elkaar verder te spelen. En dan is die brandweer waarvan ik net zei, ja, die is er op dat moment. Die moet die situatie goed kunnen toepassen. En hoe kijk jij, je zegt net, ik heb een hele wisselende populatie van huurders. Nou, sommigen zijn heel slim, anderen zijn niet zo slim. Sommigen spreken goed Nederlands, anderen zijn doof. Anderen, hoe schat jij dan in dat je, want je hebt het ook over voorlichting en dat mensen weten wat ze moeten doen. Hoe ga je dat dan aanpakken? Nou, dat, zeker bij een corporatie is dat het gebruik van het sterke netwerk wat we in buurten en in complexen hebben. Dus we zijn, dat is wel een klein onderscheid met anderen, zeg maar, een club, en de meeste corporaties zijn dat, die gewoon huismeesters, wijkbeheerders, mensen in de buurt en wijk hebben, waar we nog veel, relatief veel contact zitten achter de voordeur, zoals we dat zeggen, en we ons verhaal kwijt kunnen. Niet dat ik denk dat we dat in één keer allemaal uitgelegd hebben, maar in communicatie is het ook een kwestie van continu herhalen en meenemen. Ja, daar is dan wel waar je, ook dat soort vorm van investeren, waar je dan als organisatie energie Dus in plaats van investeren in nieuwe liften of aanpassingen, zeg je ik ga investeren in communicatie, zodat ik per gebouw weet wat hier het ontruimingsbeleid is, wat de actie is. Ik ga mensen daarop aansturen, ik ga briefjes ophangen. En dat kost ook geld natuurlijk. Ja, nee, dus dat is de eerste laag die je doet, om het zo te zeggen. En natuurlijk, en het planmatig moment is het logisch moment. Dan kijk je natuurlijk ook van hoe kan ik die lift weer bij de tijd krijgen. En dat geldt dan natuurlijk ook op dit onderwerp, op veiligheidstechnisch bij de tijd. Ja, dus als er een vervangingsvraag is of een absoluut, nee, die lift moet weer, dan ga je dat meenemen en dan pas je aan wat je kan. Maar zo eigenlijk zo minimaal mogelijk. Nou, op het meest geëigende moment. Want kijk, corporaties doen het met de inkomsten van huurders. Ja, dat zijn mensen met een laag inkomen. Dus we moeten ook heel bewust kijken, hoe kunnen we die huur laag houden? En we zitten vanavond of vanmiddag hier. Volgende week kan ik bij duurzaamheid zitten. En die week erop is er weer een thema. Het is voor ons geen one-issue onderwerp, exporteren van woningen. Dus je moet kijken van, goh, hoe urgent is het? Hoeveel middelen wil je erop inzetten? En is dat in balans versus betaalbaarheid, versus beschikbaarheid, versus veiligheid? Dus dat is wat je als bestuurder probeert te doen. Maar dat probeer je in elke organisatie, schat ik zo in. En dat betekent wel richten van je middelen. Ja. En heb je ooit overwogen om het aan bewoners voor te leggen? Dat je zegt, nou, we hebben nu situatie A, dat is qua brandveiligheid moi. We kunnen naar B, dat is zo, en we kunnen naar C, dat is zo. Dit verhoogt de huur met zoveel, dit met zoveel, dit met zoveel. Doei. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Ja, het zijn hun huizen, het is hun veiligheid, het is hun leven. Op dit specifieke onderwerp moet ik zeggen dat Koos mij pas in het voorjaar zei van, goh, er is geen wet die zegt dat het niet mag, hè? Nou, dat werd hier vandaag ook nog duidelijk, dus het is relatief moeilijk. Ja, maar ik vind het prima op die manier met huurders aan de slag te gaan. We zijn ook niet anders gewend in de manier waarop wij renoveren, is dat we met bewoners een gesprek gaan. Wat vind jij belangrijk? Wij leggen op tafel wat wij belangrijk vinden. En je maakt met elkaar een pakket waar ook een nieuwe huurprijs bij hoort. Dus dit kan prima onderdeel zijn van zo'n gesprek. Maar ik leef wel met de reactie uit de zaal mee, in de zin van, over het algemeen portemonnee van mensen gewoon klein en dicht bij zichzelf. En laat ik het gewoon bij duurzaamheid houden, dat levert mensen gewoon geld op. Dan mochten heel veel mensen gewoon niet mee, omdat ze denken, ja, maar ik moet morgen ook brood kopen. Goed, dankjewel voor je toelichting. Nou, Annelieke, jij noemde net al van, nou, ik doe wel die aanpassingen, want ik denk dat dat ook wel goed te doen is. Kun je even toelichten, want het lijkt me een hoopvolle boodschap, waarom het makkelijker kan, denk jij, dan wat er voorgesteld is? Nou, omdat ik denk dat, ik denk ooit is besloten om te zeggen van, goh, bij brand geen lift. En dan vraag ik me af, wat is daar dan de keuzes geweest? Hè? Wie heeft dat durven beslissen? Dat is natuurlijk een hele risicovrije beslissing, lijkt het. Nu, in de praktijk, met deze populatie, met de mensen, de oudere mensen die we zien, dat die nog thuis blijven wonen. Hè? Ik heb nog, bij mij, als ze eenmaal bij ons in een zorginstelling zitten, hebben ze nog de positie dat er nog begeleiding, coördinatie of wat dan ook op zit. Dat er nog personeel aanwezig is. Maar als je dat niet hebt, dat is echt een veranderende werkelijkheid.
En dan is het toch wel volgens mij een soort rekensommetje, en dat wat ik dan naar haar hoorde doen, is het toch wel een rekensommetje van de risico's die mensen nu lopen bij het niet gebruiken van de lift, ten opzichte van risico's die mensen lopen als ze wel een lift gebruiken. Dus dat is gewoon tegen elkaar afwegen. En ik denk dat moet je ook durven maken, die rekensommetjes maken. Dan kan je nog verdedigen waarom je investeringen doet. Ik denk, dat maakt het echt veiliger voor mensen om wel liften te gebruiken. Juist de mensen die nu thuis wonen, als je nu door de gebouwen loopt en kijkt wat je daar tegenkomt. Dat zijn, als ik kijk waar mijn oma vroeger in een bejaardenhuis terecht kwam, hoe goed zij er nog aan toe was eigenlijk, maar wij het wel nodig vonden dat zij het bejaardenhuis inging. Ja. En dat vergelijkt met de mensen die nu nog thuis wonen, waarvan ik denk dat het echt een hele zwakke doelgroep. Ik snap het wel als de brandweer binnenkomt en dat er nog 100 mensen binnen zijn in een zelfstandige wooncomplex. En, dat is gewoon echt een hele risicovolle situatie. Moet je dan niet meer gaan naar dat stay-in-place principe en investeren in het compartimenteren, maar dan van de woningen? Ja, ik denk altijd van, ik hanteer altijd de arbeidsgerichte strategie. Eerst de harde stenen, dus de bron, gewoon de vaste dingen op orde brengen, dus de compartimentering op orde brengen. Daarna gaan we kijken naar de volgende risico's. Goh, wat kunnen we met installaties nog eens doen? En als laatste gaan we de organisatie op orde brengen. Wat kunnen we met de organisatie doen? En dat hoort alle drie aanwezig te zijn. Maar eerst de basis op orde brengen. Je hebt het niet over preventie, hè? Want ik kan me voorstellen dat je ook van alles kan doen als het gaat over vuur in huis. Voor mij is dat nu echt, zijn we daar met z'n allen heel erg hard mee bezig. Ik denk de brandweer is folder na folder en dagen en aan te organiseren om daar informatie over te geven. Nou, ik las vanochtend het stukje over van het AMBO, de enquête, dat eigenlijk een heleboel mensen nog niet eens weten waar de vluchtuitgang is en hoe ze daar moeten komen. Dan denk ik, ja, dat vind ik nogal schrikkelijk, weet je. Dat is toch echt iets waar je nu met je ouders over moet gaan praten. Ik hoor al mijn vrienden, die hangen rookmelk bij hun ouders op. Mijn ouders kunnen niet eens bed uitkomen. Nou, dan denk ik, dan heb ik liever dat ik in stilte doodga, dan dat het rookmelk boven mijn hoofd afgaat en ik gewoon niet naar buiten kan. Ja. Is er ook nog een zachte dood, zeg maar dan? Mijn moeder zei altijd van, ja, ik ben niet meer bang om dood te gaan, maar ik hoop dat het... Dat je dood? Ja, nou ja, oké. Zou leuk zijn als je die mail naar koppelt aan de buren. Precies, nou dat is zo interessant. Sorry, wat zei je? Het is interessant dat je het kunt koppelen aan de melden van de buren. Nou, in een seniorencomplex is dat een beetje ingewikkeld als je buren ook niet naar buiten kunnen. Maar dat is het interessante met de smart homes en constructies inderdaad, waar we allemaal voor mij mee bezig zijn. Van hoe kan je mensen om je heen alarmeren als dit aan de orde is, aan de hand is. En hoe kijk jij aan, want je zit met niet alleen met ouderen, maar ook met mensen met de fysieke en de verstandelijke beperking. Hoe kan je dan omgaan met gedrag? Of moet je altijd iedereen begeleiden? Of kan je ook een soort nieuw patroon inslijten van, want bij brand geen lift, dat zit er goed in. Maar hoe slijt je dan een nieuw patroon in? Ja, wij zijn altijd bezig met kijken naar de cliëntprofielen, dus bewonersprofielen. Wat heb je voor profielen? We hebben natuurlijk ook heel veel cliënten die brandgevaarlijk zijn. En, pyromaan. Ja, zo kan je het ook noemen. Ze zitten niet voor hun zweetvoeten bij ons, laten we het zo zeggen. Ze hebben dus mensen die veel begeleiding nodig hebben en ook op dat vlak juist een risico kunnen zijn. Nou, daar moet je natuurlijk wel een soort label, je weet niet, je gewoon niet zomaar labelen, maar daar moet je wel een soort risicoanalyse opleggen van, goh, wat is deze cliënt aan? Misschien is die wel brandgevaarlijk en wat doet hij als er iets aan de hand is? Kan hij dat zelf of niet? Hoeveel hulp heeft hij daarbij nodig? Kunnen we daar trainen? Kunnen we daar nog een begeleiding op geven? Dus dat zijn natuurlijk, wij proberen gebouwen te labelen, we proberen cliënten te labelen en te kijken dat hoort met elkaar te matchen. Begeleiding hoort daarmee te matchen. Is er bij jullie wel eens brand gesticht? Ja. Door een van de heel vaak, door de bewoners zelf. Wij hebben natuurlijk veel verstandelijk gehandicapten en ook geestelijke gezondheidszorg cliënten, bewoners. En daar zitten uiteraard mensen bij die dat niet bewust doen, maar soms is het gewoon omdat het echt verdomd interessant is dat de blauw met witte lichten en rode lichten binnenkomen en man en man in pakken. En soms is het gewoon omdat het niet tegen te houden is, omdat ze iets anders aan het doen zijn, omdat ze dingen laten vallen. Dus natuurlijk, wij maken vrij vaak brandstichtingen, bewust of onbewust. En ik blijf herhalen, de mensen zitten niet voor niks bij ons. Nee. Dus, tot slot nog even, wat vind je van de beslisboom? Want jij lijkt me
ook een vrij pragmatische persoon, de Suzanne die de beslisboom zien. Is dat iets wat je handig vindt om aan de hand daarvan naar al je vastgoed te kijken en je beslissingen? Ja? Ja, en ook denk ik voor, wij hebben natuurlijk nog heel veel BFV'ers, ontruimers of van die aard. En ik denk van, wij moeten hun dekken. Als ik verwacht dat mensen bij ons zeggen van, goh, je kan de lift gebruiken, dat moeten zij niet... zij willen gedekt worden. Zij willen voelen dat daar een bodem ligt, dat er over nagedacht is, dat er een handvat is aangereikt waar ze mee kunnen werken. Want anders wordt het... Het zijn geen experts. Hè? Ik ben misschien een expert op dit gebied, maar onze begeleiders niet. Nee, en de stressfactor. Ja. Want ik heb wel zo'n alarm op mijn kantoor en dat is een keer per ongeluk afgegaan. En het viel me op dat ik gewoon doordat het geluid zo indringend was, dat ik niet meer na kon denken. Dus het gaf zo'n fysieke stressreactie. Ik dacht, goh, dat is wel boeiend hoe je lichaam dus reageert. Ja, nou ja, wij trainen natuurlijk al onze begeleiders erop om instructies te geven. Dat is het moment dat jij ook en ik ook een instructie nodig heeft. Dus de beste BRB is degene die roept van met z'n allen eruit en via die kant. Dus dat klopt, maar ik denk het helpt gewoon met een beslisboom, omdat je daarmee duidelijkheid maakt. En dat je dan kan aangeven, zo op deze manier neem je beslissingen. Dat is en die verhoging van de kosten, want jullie moeten natuurlijk ook extreem op geld letten. Je zegt toch niet van ik wacht tot er een besluit genomen wordt. Maar jullie moeten ook op geld letten. Ja. Waarom kan het dan bij jullie denk wel? Dat we het simpel moeten houden. Mm-hmm. Ik denk inderdaad dat het al veiliger wordt als we de sturing eruit halen. En als we zorgen dat die lift niet op rook reageert. En als we dan kunnen zeggen van ja, in dit gebouw kan het dan gewoon. Dat het al veiliger is dan hoe het nu is. En we denken dat het nu veiliger is omdat we blijven zitten in geen lift. Weet je? Dat is geaccepteerd. Dat vinden we. Dus we nemen een nieuwe beslissing nu en die is eng. Maar ik denk dat we die moeten nemen, dat we die best heel simpel kunnen nemen en dat we dan de veiligheid al omhoog hebben. Ja. Zonder dat we dan hele brandpunten gaan maken. Je gaat gewoon optimaliseren en niet maximaliseren. Ja. Nou, interessant. Dankjewel. Tot slot, nou Fred, dan ben ik eigenlijk bij jou. Ja, hè? Het was... ik zit goed op schema hoor. Toch niet helemaal. Hoe is het geregeld om even te beginnen? Hè? Want we hebben natuurlijk twee situaties bij u. In de Nieuwe Wolfslaar in Breda, gewoon als bewoner en als voorzitter van het geheel. Eerst het algemene vraag. Eerst het algemene? Ja, oké, ik wacht het rustig. Oh, ja. In tegenstelling tot de andere sprekers is het zo dat, kijk, VVE-belang is geen eigenaar. Er zijn 125.000 VVE. De eigenaren binnen de VVE zijn met z'n allen eigenaar van het gebouw. En die beslissen uiteindelijk, als er investeringen gedaan moeten worden, als ik hier hoor dat het dus vrij makkelijk, nee, we gaan wel investeren, maar dat loopt allemaal via de jaarlijkse algemene ledenvergadering. En daar zul je dus eerst consensus moeten vinden, en dan is nog de discussie of het gewone meerderheid of gekwalificeerde meerderheid. Nou, dat is ook nog. En dat je dus dat geld uitgeeft. Want even een heel klein zijspoortje. We hebben ook nog even te maken met een overheid en meneer Samson. Die wil dat we allemaal van het gas afgaan en alle woningen nog eens een keertje grondig geïsoleerd worden. En ongeveer per eigenaar betekent dat 20.000 tot 40.000 euro. Hè, wat er de komende jaren op tafel moet komen om die gebouwen allemaal qua demosprongen naar boven en van het gas af, et cetera, meer. Ja. En als dit er dus nog bij komt, denk ik dat weinig kans van slagen heeft. We moeten natuurlijk ook eventjes zien, in tegenstelling tot mijn buurvrouw, in appartementen wonen natuurlijk niet allemaal mensen die dus minder mobiel zijn. Dus nee. Het overgrote deel, en als ik naar mijn eigen flatcomplex kijk, ik denk dat ongeveer 90% is zelfredzaam en kan gewoon via de trap naar buiten. Maar het is wel een senioren... Ja, maar goed, de senioren begint bij 50 of bij 60, dus we zijn er voldoende. Het is echt voor de ouderen, er zijn er ook van 90 die nog prima die trap af kunnen. Maar het gaat echt even om de paar mensen die inderdaad hulpbehoevend zijn, met rollators over, et cetera, meer. Ja, dus op een gegeven moment. Daar zegt u dus ook, we gaan de hele VVE geld uitgeven voor die... Bijvoorbeeld. 10 mensen van de 100, is dat solidariteits... Solidariteitsverhaal, dat komt vaker op tafel en dat is vaak een eikelpunt natuurlijk. Ja.
Dus, maar ik, nogmaals, en dan kom ik terug op wat ik straks zei, en dat wou ik nog eventjes aanvullen. We hebben in Nederland wel een politiekeurmerk veilig wonen. En we hebben allemaal geweldig gesloten, en we weten allemaal. Maar op gebied van, we hebben geen brandveilig keurmerk bijvoorbeeld. Ja? Okay. En dat zei ik straks, van laten we nou eerst eens in kaart brengen, ja, hoe de positie van ieder gebouw is. Ieder gebouw is verschillend. Want straks dan komt er, als je het over Belvedere hebt, een plaatje wat ik meegenomen heb. Dat wordt straks ook nog, hoop ik, komst die staat. Maar bij, nou goed, komt wel, sorry. Maar, zet het dus nou op, in ieder geval heb je, nou, wat wij, kijk, wij kunnen via de, het zijn in wezen partieken. Het zijn dus twee die allemaal erop zitten. Maar wat hier bijvoorbeeld, en dan zeg je, ja, moet er heel veel geld investeren in, de, in die liften. Wat wij bijzonder hebben is, dat er is een hele omloop buitenlangs. 45 centimeter breed. Dus als je bij ons brand hebt, is er maar één ding. Doe je schuifpui open en ren een NT-kant uit. En dan word je door de brandweer wel ergens van afgehaald. Alleen ja, dan heb je weer degene met de rolstoel. Nou, die kan dat niet met de rolstoel, maar gewoon zich vasthoudend aan. Het is heel bijzonder. Die omloop is ook voor de glazenwassers trouwens hartstikke fijn. En de schilder, we hebben dus nooit ladders en hangbakken nodig. Ja, het hele gebouw kan je rondom kun je gewoon lopen. Nou, dat is dus weer gebouwspecifiek. Ik vraag me toch af waarom zij zitten te lachen. Vind je niet? Want ik denk dan van, maar is dat nou, ze vinden het een stom idee, ik vind het ook. Dat zijn, wat de kern van mijn betoog is, dat zijn gebouwspecifieke kenmerken. Dus wij hebben, ja, behalve een trappenhuis, hè, waar je uit kan, en eventueel de lift, die we dan ook nog zouden kunnen inzetten, ja, is dit er ook, ja, kun je hem nog veel eenvoudiger. Je stapt daar buiten en je staat niet op een balkon, nee, je staat op een gigantisch, heel groot looppad. Ja, en dat is gewoon en dan zeg ik, nou, verbind. Maar zo, dat, wat ik vind, ieder gebouw moet op zich bekeken worden. En er moeten vluchtplannen gemaakt worden. En dan zijn er in de gebouwen bij de weer misschien best wel een paar mensen in het gebouw. Nou, daar moet je als bestuur in ieder geval zorgen dat je daar wel een plan voor hebt van als er in het trappenhuis zoveel is, daar woont mevrouw Jansen. En mevrouw Jansen, ja, die moet er toch even zorgen dat die meegenomen wordt. Ja, op een dus het kan individueel, daar is het maatwerk niet per gebouw, maar ook per persoon, dat die wat nadere. En ik had straks tijdens de lunch, zei ik, wat wij bijvoorbeeld ook hebben, we hebben evacuatiestoelen. Ja, dat zijn dus evacuatiestoelen, ja. Dat zijn dus als iemand slecht ter been is, dan gaat hij dus boven, of waar dan ook, in die stoel. En die gaat zo de trappen af, naar beneden. Want ze, die persoon, die kan niet zo'n soort stoel, die glijden naar beneden. Stoellift, maar dan en je hebt ze zelfs met rupsbandjes, ja. Een soort tankjes die naar beneden, we zijn heel erg duur. Maar evacuatiestoelen voor 2000, als je dus boven in al die trappenhuizen een evacuatiestoel hangt, nou, dan ben je al een heel eind verder, dan kun je diegene die slecht ter been is, die hoeft niet met een lift, die kan gewoon toch. En dat moet nogmaals gebouw voor gebouw bekeken worden. Als het nou, en ik vind dus naar de overheid toe, ja, nou ja, dus het zou dus, wij gaan ook veel meer als organisatie, hebben we al heel vaak aandacht besteed aan brand in VVE Magazine. Ik ben de naam even Stefan Wevers, dat moet een bekend iemand zijn. In de hele brandweerwereld, niet alleen dat hij commandant is, maar is ook voorzitter van Brandweer Nederland. En nou, uitgebreid interview. En ook de kop van zijn artikel was met name de senioren. Ja? Daar moeten we meer aandacht aan besteden. En wat ik heel mooi vond, wat hij namelijk zei, en dat weten de brandweermensen waarschijnlijk nog veel beter. Er is toen een plan ontwikkeld in het kader van de Don Berghuis trofee. Daar weten jullie allemaal wel wat van. En dat is gewoon een campagne, laat je ouders niet stikken. Gewoon heel simpel. Als je eens een keer bij je ouders op visite bent, praat eens even met je of met je vader. Zeg, als hij nou brand uitbreekt, pa, hoe kom je er nou eigenlijk uit? Ja. Ja? Gewoon heel persoonlijk. De kinderen, de zoon tot zijn vader of moeder en zegt van jou. En nou, dan gaat vader wat zeggen. En die roept natuurlijk allemaal verkeerde dingen. Ja, dan hol ik naar de voordeur. Ja, pa, maar je moet wel de voordeur weer dicht doen. Ja? En wat er. Dat weet hij niet. Nou, bij Belvedere hebben we zelfs dat je de voordeur, nou, dat vergeet iedereen. Je moet de sleutel op de voordeur doen. Als de brandweer alsnog in je huis moet, hoeft hij niet die voordeur in te rammen. Dan kan zo, en dan kan hij zo naar binnen. Maar ik denk bij brand dat niemand eraan denkt, ik moet de sleutel nog even in de voordeur doen. Nee, dat denk maar ik ook niet. Zo kun je natuurlijk van allerlei dingen kun je verzinnen. Maar je hebt veel meer aan voorlichting. En dat gaan wij in ieder geval doen. Wij doen dat al veel met Koos. Hè, op gebied van liften. Het Liftinstituut heeft in ons magazine iedere maand een pagina vragen aan het Liftinstituut. Koos, ik zie hem daar staan. We gaan de brand er nu ook
doorheen weven. En het gebruik van wel of niet van liften. Ik wou nog ook vragen over jouw... je hebt een rol bij die vereniging van VVE Belang, ja. Toch? Ja, ja. Ja, ja. Nou, dan zou je op basis van deze dag en je onderzoek en je contact bij het Liftinstituut misschien een advies kunnen uitbrengen aan de VVE's. In de zin wat ze zouden moeten doen over dit onderwerp. Of wat ga je, als je zo nu gehoord hebt, adviseren aan andere VVE's in Nederland? Nou, ik heb het al gezegd, maar ik zal het nogmaals. Laat in ieder geval een onderzoek instellen. Door de brandweer? Nou, dat kan. Maar het probleem is weer, ik heb het er straks aan tafel ook al tegen je gezegd, dat de brandweer is wat dat betreft... hoor ik vaak onderbezet qua capaciteit, die heeft geen tijd om alle flatgebouwen in zijn district of gemeente of weet ik veel wat, om daar allemaal adviezen te gaan brengen. Veel is de vrijwillige brandweer, nou, meestal onder leiding van een beroepscommandant, zal ik maar zeggen. Maar de grote steden wel, daar zijn allemaal beroep. Er zou dus ook misschien vanuit het ministerie wat meer aandacht... Ja, maar nu zijn dan, je genoemt allemaal maatregelen die anderen zouden moeten doen. Maar, nee, maar dat was wat raad je aan dat faciliteiten. En anders kan de VVE zelf. Er zijn gewoon, wij werken heel nauw samen met de opgeving met adviescentrum Brandveilig Wonen. En heel veel VVE's laten uiteraard op hun kosten een uitgebreid advies. En dan ook daarna een plan maken wat je dus daarna moet doen. Een veiligheidsverbeterplan. Ja. Dus dat kan. En ja, dat raad ik zeker grotere VVE's, waar ouderen en mensen die dus niet goed ter been zijn, ja, laten zo'n plan opstellen. Daar komen soms verrassende dingen uit. En wat nog even, en dat wil ik ook dus uit het onderzoek wat mij uit het rapport opviel, dat nou, ook bij Belvedere, waar ik zelf woon, de liften gaan bij ons als een brandalarm, we hebben dus een hele brandveiligheidsding, dan gaan de liften automatisch naar de begane grond en dan gaan de deuren open. Nou, mijn mond viel open. Dat moeten we dus niet meer doen. Terwijl wij ook de adviezen zijn. Ik heb net 3 weken geleden Saval gehad voor de keuring. En van de 10 liften, we hebben de 10 lopen, hè, zijn er 3 liften die dus dat niet doen. Die werken echt goed. En de rest gaat allemaal naar de brander rond met de deuren open. Maar dat betekent dus dat de brandweer niet meer bij die liften kan. Die kan niet meer. Dus dit is, denk ik, met voortschrijdend inzicht... zal het zijn, er is voortschrijden en door ervaring zeggen ze, ja, we moeten dat toch nog eens even tegen het licht houden. Of dat advies, of dat wel het goede is, laat die liften gewoon lopen. Ja, maar ja, daar moeten we nog eens met de deskundigen, daar ben ik niet. Ja, alleen dat is een enorme verbetermaatregel. Maar als de brandweer komt en vervolgens staat alles op slot op de begane grond, dan kan de brandweer ook niks meer doen. En hoe komen we daaruit? Dank voor dit goed doorvrochte verhaal. Wie van jullie vindt dat de overheid duidelijk moet maken dat er nieuwe verplichtingen zijn ten aanzien van normen van liften rondom brandveiligheid? He, er is gezegd van, je bent zelf verantwoordelijk, maar wie van jullie vindt toch, nee, de overheid moet met nieuwe normen in het bouwbesluit komen? Hand opsteken als je dat vindt. Ja, maar goed, ik denk, ik wil het toch even nader toelichten, want ik denk dat het de regels, wetgeving, normen, het wordt allemaal een beetje door elkaar heen gebruikt. Maar wat je nodig hebt, zijn een goed onderbouwde richtlijn, waar misschien het rapport volgens mij een goede aanzet toe aangeeft, die echt richtlijnen zijn waar je op kan terugvallen en kan je zeggen van, als ik heb aan die richtlijnen voldaan of aan die normen heb ik voldaan en dan doe ik ook in die situatie. En op dit moment zijn het allemaal goede richtingen, maar het is nog onvoldoende fundament om naar te verwijzen. Ik kan niet verwijzen. Maar voordat net op bouwen, de brandweernorm NE, al die normen die Nico ook in zijn verhaal, zijn dat niet voldoende normen? Nou, voor de lift misschien wel, maar ik ben meer geïnteresseerd in het verhaal van de Binnenlandse Zaken. En hoe zij dat hebben opgesteld en of dat een slag verder kan gemaakt worden tot iets tastbaars. En dat beslisboom is er één van, die daadwerkelijk ook een status heeft, zodat ik naar kan refereren. Als ik ernaar kan refereren, dat naar een document waar mensen over voor nagedacht hebben, heb ik fundament. En nu ja, is het toch een beetje ja, hoe wij er zelf over nadenken. En iedereen zelf heeft misschien een andere mening. Ja. En dat is de willekeur waar ik zorg over heb. Dat begrijp ik. Ja, dankjewel. Jij geen regelgeving? Volgens mij zit het op een heel ander spoor. Dus ik heb vooral behoefte aan een toolbox met een invulling van de weg die jij getekend hebt met al die oplossingen, om maar zo te zeggen. En ik denk, ja, dat zou ik over mijn complexe en liften heen willen leggen. En,
Nederland is heel verschillend, maar het zijn 20 woningtypen, roep ik altijd maar. Dus er is heel veel onderlinge ervaring bij elkaar te brengen in een paar jaar. Van, goh, maar wat pas je nou slim toe in welke situatie? Dat zou ons, ja, denk ik, als zeggen. Liever dan verplichtingen helpen. En... En ja, ik bedoel, als ik hoor hoe divers is en er is geen eenduidige oplossing, snap ik niet zo goed hoe je dat in een reglement kunt brengen, zeg maar. Dus ik vind de andere zoektocht naar hoe zorgen we met elkaar dat het beter wordt, gewoon praktisch beter wordt, dat lijkt mij de zoektocht. En jou? Ja, mee eens. Ik denk dat we heel veel hebben aan standaarden. Dus dat het uitwerken van beslissingen, hoe doe je dat dan, hoe maak je die beslissing, dat zijn goede standaarden. Dat helpt, weet je. En dat uiteindelijk als gebruikt kan worden, als dan doe je het op een goede manier. En dat daarna verwezen kan worden uiteindelijk, dat we dat met z'n allen vinden. Dan, maar ik denk dat het belangrijk is dat we met de specialisten daar dus iets over vinden. In plaats van dat iedereen in de markt daar iets van gaat roepen en gaat... En de specialisten zijn dan? De mensen die, ik denk dat onderzoek helpt gewoon heel veel als je dat hebt in je handen. Dan kan je zeggen, ja, dan ben ik dus goed bezig als ik deze dingen aanhaal. Ja, dankjewel. Ook niet voor een veranderd bouwbesluit? Ik heb geen behoefte aan nog nadere regelgeving en aangescherpte bouwbesluiten, et cetera meer. Want nogmaals, dan worden er weer regels gemaakt die soms op een VVE helemaal niet van toepassing zijn. Omdat, dan kom ik weer terug op de vraag. Ja, dan moet je weer dingen vertel, en dan heb je geen ruimte. Dan moet je toch weer met regels in de hand, je moet dit doen. Nee, dat moet gewoon ter plekke, wordt dat beoordeeld. Het verhaal wat ik net verteld heb. Dank jullie wel. Fijn dat jullie toelichting hebben gegeven op al je individuele keuze en dat je daar de tijd voor hebt genomen. Mag ik een hartelijk applaus? APPLAUS